Zal Johan Derksen ooit ophouden met zijn eindeloze plaagstootjes richting de queergemeenschap? Onlangs stelde hij zich in vandaag in Zijd weer flauw op door hardop te vragen of Niki de Jager een jongen of een meisje is. Dit soort opmerkingen zijn inmiddels wel erg afgezaagd. Al jaren doet Derksen zich voor als een zelfbenoemde scheidsrechter van de queergemeenschap. Hij oordeelt wie er wel of niet bij hoort, wat een normale homo is en wie te kleurrijk is. Zijn mening over het Eurovisie Songfestival? Te homo. En nu is ook Nicky de Jager aan de beurt. Nicky zou dit jaar de punten uitdelen namens Nederland, maar trok zich terug na de disqualificatie van Joost Klein. Dit werd gisterenavond besproken in Vandaag in waar Johan een flauwe opmerking maakte over haar gender. Johan zei over Nicky's rol bij het Roze Songfestival: ze worden er ook allemaal bijgesleept, want dat meisje, of die jongen, ik weet niet precies wat het is, die moest ook weer de cijfers geven daarna. René van der Gijp vroeg: welke jongen? Johan antwoordde. Hoe heet ze ook alweer? Wilfred geneesprong bij Nicky Tutorials. Johan bevestigde, ja, Nicky de Jager, ja. Albert Verlinde probeerde het gesprek in goede banen te leiden, ja, maar die heeft het Songfestival gepresenteerd, doe niet zo raar. René grapte, jongen, meisje. Iets. Albert benadrukte, het is een zij. Johan besloot ongeïnteresseerd, het zal me een zorg zijn. Het publiek lachte, aangemoedigd door Johans act. Johan vervolgde, maar die wordt er dan weer bijgesleept. Als die niet gekund had, dan hadden ze een zwarte dame genomen, want die komt dan nog voor een blanke dame. Overal wordt rekening mee gehouden. René vond dat Johan een punt had, ze zijn er wel mee in de weer. Ik irriteer me daar niet aan, maar het lijkt me zelfs voor homoseksuele en non-binaire mensen en transseksuelen ook best wel een gedoe. Vanavond zit Loisa Lamers in de show bij Vandaag Inside. Het zal interessant zijn om te zien of Johan dan doorgaat met zijn gedateerde grappen.